Het is een vreemd jaar dit jaar. Corona gooit veel in de war, maar dat maakt je ook creatief. Er kon veel niet. Lezingen konden niet doorgaan. Maar dat hebben we bijvoorbeeld digitaal opgelost door camera's in de gehoorzaal op te hangen. Zodat u thuis via ons YouTube-kanaal een lezing mee kon maken. En nu proberen we ook creatief om te gaan met de ledenreis. Want we kunnen natuurlijk dit jaar niet met z'n allen in één bus op reis. Dus gaan we virtueel op reis met u. En dat kan in dit museum heel goed, want het gaat hier over vervoer. Het gaat hier over reizen. Dus... En we hadden bedacht, als we dan toch gaan reizen virtueel, dan gaan we ook meteen maar naar het buitenland. Dan zijn er ook geen grenzen. Dus ik zou zeggen, stap aan boord, trossen los en dan gaan we op weg. We beginnen onze reis in Engeland en we meren af in hartje Londen aan de Dutch Mooring. Dat het Dutch is, dat kunnen we wel zien, want we zien schepen met Nederlandse vlaggen. En dat zijn Friese palinghaken, vooral uit Heeg, Gaasmeer en Workum. En die brachten paling naar de stad Londen. Het privilege om in Londen in de binnenstad aan te leggen is al heel oud. De regel was, er moest altijd één Friese palinghaak in Londen liggen en dan mocht de rest daar ook liggen. En dat hebben ze eeuwenlang volgehouden. Hoe oud dat privilege is, dat weten we niet precies. Maar dat we er vanuit Friesland goed gebruik van hebben gemaakt, dat is wel duidelijk. Waarom werd er nou paling vanuit Friesland naar Londen vervoerd, zul je je afvragen. Nou, dat had een bepaalde reden. Paling is nu niet heel duur misschien, maar het is ook niet goedkoop. Het prijkt op menus van de beste restaurants. Maar in vroegere eeuwen was het goedkoop volksvoedsel en Londen was een grote stad en vooral in de 19e eeuw groeide de bevolking heel erg. Er kwamen arbeiders in industrieën werken, grote hoeveelheden mensen die ook gevoed moesten worden. En vooral de lagere klassen, de arbeiders, die hadden behoefte aan eiwitrijk voedsel. En dat was niet goedkoop in Londen en paling was wel goedkoop, dus dat werd en masse aangevoerd vanuit Friesland met deze palinghaak. En die werd vers aangevoerd, levend, want de paling is een bijzondere vis. Die kan zowel in zoet als in zout water levend worden gehouden. En in die palinghaken kon het water vrij in- en uitstromen in de bun, omdat er gaatjes in het onderwaterschip zitten. Voor de mensen in Heeg was het een lucratieve handel. Met name voor de familie Visser. What's in a name, zouden de Engelsen zeggen. Maar hij heeft veel geld verdiend, deze meneer, Onne Wiegers Visser, met de palinghandel. Je ziet dat op dit portret. Aan de ene kant heeft hij een visnet en aan de andere kant heeft hij de hand op een Bijbel. Wat ik zei, ze verdienden er veel geld mee. Ze voerden een grote staten. Je kan dat in Heeg ook terugzien aan de huizen die ze bijvoorbeeld hebben gebouwd. In 1938 verliet de laatste palinghaak Londen en werd er niet meer gebruik gemaakt van het privilege. De reden daarvan lag in het water. De Theems raakte te zeer vervuild en de paling kon daar niet meer levend worden gehouden. Maar er waren ook andere redenen waarom het niet meer lucratief was om paling naar Londen te vervoeren. Tegenwoordig eten we nog steeds paling en in Heeg wordt ook nog steeds paling gevist. Frederik Visserman doet dat bijvoorbeeld, ook zijn naam laat wel zien dat zijn voorouders ook generaties lang in het vissersbedrijf zaten. Dus paling en Heeg horen nog steeds bij elkaar, maar dat heeft dus al een hele oude geschiedenis. We blijven nog even in Engeland, want niet alleen in Londen kwamen Friese schippers, maar ook in andere Engelse zeehavens. Friese kustvaarders voeren bijvoorbeeld met zuivel naar Engelse havens. Zuivel hadden wij genoeg, zuivelproducten. En in Engeland was er wel behoefte aan, dus veel Friese kustvaarders kwamen ook in Engeland. Dat is ook te zien aan de inhoud van deze kast. Die staat vol met allerlei souvenirs uit Engeland die Friese
kustvaarders hebben meegenomen uit Engeland. In Engeland was veel aardewerkindustrie, Staffordshire, dat soort namen kennen we wel. Dat waren eigenlijk grote fabrieken die in de 19e eeuw het ambacht van de ambachtslieden, de poddenbakkers, hadden overgenomen. Dus op industriële schaal werd er aardewerk gemaakt. En veel van dat aardewerk werd meegenomen als souvenir door Friese schippers. Dat konden bordjes zijn of mooie kannen. Ik heb hier een hele speciale kan. Dit is een kan met een Engels opschrift, een Engels gedichtje ook. Een hele speciale decoratie, een beetje roze. We noemen dit gelusterd bietenrood. Het is alsof er bietensap overheen is gevallen, inclusief alle vlekken. Het was een heel speciaal procedé om dat zo te krijgen. Het is een beetje met metaalverf en een populaire decoratie. Het lijkt alsof dit er met de hand op is geschilderd. Dat is niet het geval. Het waren vaak een soort van plakplaatjes, screendruk noemen we dat dan, die met het bakproces onder het glazuur meegingen. Heel soms zie je ook wel, maar dat is op deze kan niet het geval, want deze is helemaal in screendruk, zien we ook wel dingen in opdracht. Ik leg hem eerst voorzichtig even weer terug. Maar dan staat er bijvoorbeeld een naam van een schip, dat is deze bijvoorbeeld. Daar staat op Roel Wils en Aalti Fransens. Nou, dat is er dan wel met de hand opgeschilderd. De rest is weer screendruk. Dus dat is een mooie combinatie van ambacht en industrieel werk. We zien hier ook hondjes staan. Staffordshire hondjes noemen we die. Dit is een tamelijk luxe met goudverf. Ze werden industrieel gemaakt, dus in mallen werden dit soort hondjes gemaakt en dan werden ze beschilderd. Dat gebeurde wel met de hand. Als dat met vlekken is, dan kon dat heel ruw zijn, want geen hond is hetzelfde. Dus je wist ook niet hoe die vlekken precies zaten, dus dat ging vrij ruw. Dit is wel wat preciezer geschilderd, bijvoorbeeld met die halsband en een slotje daarop. En dat werd door kleine kinderhandjes, kinderarbeid is het echt, geschilderd in die fabrieken. Dus als het heel precies moest, dan gebeurde dat ook. En die hondjes waren dan waarschijnlijk ook wat duurder. Waarom waren die hondjes nou zo? Dat zijn vaak spaniels, Engelse spaniels, die afgebeeld zijn. Die waren zo populair omdat koningin Victoria, die had zelf ook een paar van die hondjes. En dus iedereen in Engeland wilde graag beeldjes van spaniels op de schoorsteenmantel hebben staan. Nou hoor ik u denken, Staffordshire hondjes. Ik ken ze onder een hele eigen naam, wil mij dat nou heel erg deftig gaan doen. En eigenlijk hebt u ook gelijk, want we kennen ze eigenlijk als hoerenhondjes. Een hele andere benaming voor zoiets wat bijna deftig lijkt. Het verhaal is, het is met heel veel verhalen omgeven, maar het verhaal is dat wanneer de hondjes in de vensterbanken van dames van lichte zeden stonden, dat wanneer ze naar binnen keken, dat dan er een nieuwe klant welkom was en dat ze liever naar buiten keken als er een klant aanwezig was. Dus dan kon je als potentiële hoerenloper, zullen we dan ook maar zeggen, bekijken van of je welkom was of niet. Of het verhaal waar is, weet ik niet. Er zijn namelijk heel veel van dit soort hondenparen zijn aanwezig in Friese en Groningse families. Je ziet ze overal. Ik heb ze zelf ook van een Beppe geërfd. En het kan natuurlijk zijn dat ik een voormoeder heb die ook van lichte zeden was. Maar dat geloof ik, of dat hoop ik, dat weet ik trouwens ook niet. Misschien is het ook wel grappig. Maar ik denk niet dat ze allemaal deze functie in Friesland hebben gehad. We varen naar Duitsland en op een plek waar eigenlijk niet gevaren kan worden, maar in onze fantasie kan alles. Dus we varen vlak over de grens bij Enschede en we komen terecht in Westfalen. En daar komen Hanneke Meijers en Lapke Poepen, zoals deze op dit schilderij van Dirk Piebes Scholema, een Friese schilder die wij vooral kennen als schepenschilder, maar hij schilderde dus ook ander werk. Prachtig schilderij met een Lapke Poep die even rust aan de kant van de weg. Fries dorp op de achtergrond. Het mooie is, hij heeft een mars op zijn rug waar linnen uitverkocht werd. En wij hebben ook zo'n mars bekleed met berkenstam sinds kort in onze collectie. Je ziet daar het linnen ook uitkomen. En wat ook heel mooi is, hij heeft in zijn hand
heeft hij een stok. En zo'n stok hebben wij ook. Het was namelijk zo dat die lapkepoelpen, die verkochten natuurlijk textiel. En ze hadden ook best veel geld bij ze, want ze moesten natuurlijk geld verdienen. En op zo'n plek kon je ook zomaar overvallen worden. En dan hadden zij een stok bij zich. Dat was natuurlijk om lekker mee te kunnen lopen. Maar er zat ook nog een geheim in, want het is een degenstok. Dus als ze al te brutaal werden, de overvallers, dan was dit een prachtig afschrikwekkend wapen om de overvallers van het lijf te houden. Dus waarschijnlijk heeft hij ook zo'n stok bij zich. Lapkepoelpen kwamen in Friesland vanuit Westfalen, waar goed linnen werd gemaakt, wat in Friesland zeer gewild was. Maar ze werden toch een beetje met een nek aangekeken overal in Nederland. Poelpen wil ook, dat is een verbastering van het Duitse woord boelbe waarschijnlijk. Erg flatteus is zo'n scheldnaam niet, maar op de een of andere manier hadden ze in Sneek, een echte handelsstad, toch ook wel bewondering voor dit soort textielhandelaren. Het was in ieder geval zo dat in 1861 Clemens en August Brenningmeijer, CNA Brenningmeijer, dus de grondleggers van het CNA-concern, hier een pakhuis konden beginnen. En, of, dat was al eerder, maar in 1861 de eerste winkel ook zelfs. Er waren meer mensen uit Duitsland die hier zich konden vestigen. De familie Lampen, de familie Poys, Puys zeggen we in Sneek. En ze kwamen allemaal uit de buurt van Mettingen, Ibbenburen, vlak over de grens bij Enschede. Sneek heeft in Mettingen een speciale plek. Als je kijkt in het museum in het hart van die plaats, het Heimatmuseum, daar komt Sneek nogal eens voor in Friesland. Maar er is ook een fantastisch museum even verderop, het Draaiflessen Museum. En dat is van de familie Brenningmeijer. Ooit was het bedoeld alleen voor de familie, maar het is inmiddels ook opengesteld voor de rest van het publiek. Dus als u daar eens in de buurt bent, moet u vooral daar eens gaan kijken, want het is een fantastisch museum. Heel groot ook, met kunsttentoonstellingen. Een hele mooie herinnering aan de rijkdom die de familie Brenningmeijer wist te bereiken vanuit Sneek ooit. En zo groot een wereldconcern geworden. En in Mettingen wordt de naam Sneek nog altijd met liefde uitgesproken. Van Duitsland gaan we naar België. Dit schilderij is een gezicht op de haven van Oostende in de Franse tijd. We zien een kofschip met een Pruisische vlag. Zit niks Fries aan, zou je zeggen. Daar kom ik later nog wel op terug, want het zou zomaar kunnen dat het wel Fries is. Pruisische vlag, Franse tijd, dat zien we ook een beetje in de Franse soldaten die op de kade lopen. In de Franse tijd werden de havens namelijk heel goed in de gaten gehouden. Napoleon had dat continentale stelsel ingevoerd en dat betekende dat er geen handel gevoerd mocht worden vanuit zijn rijk, en Nederland viel daar ook onder, met Engeland. En dus zag Frankrijk Engeland als de vijand en andersom was dat ook zo. En dus is het heel vaak voorgekomen dat er Friese schippers, omdat ze bij Frankrijk hoorden, werden opgepakt door Engelse schepen. En dat was vreselijk voor de Friese kustvaart, die is daarna ook helemaal ingezakt. Maar de Friese kustvaarders die deden er alles aan om dat toch te voorkomen. En wat we nu wel zien in de internationale scheepvaart is dat er onder andere vlag werd gevaren. En dat deden de Groninger en de Friese schippers in de Franse tijd ook al. Want dit schip heeft een Pruisische vlag. Ze gingen vlak over de grens naar Papenburg of naar Emden, kochten daar een vlag, gingen daar ook administratief een rederij hebben, maar het bleven gewoon Friese schippers. Dus vandaar dat met een Pruisische vlag dit zomaar ook een Friese schipper kan zijn, en daarmee leiden zij de Engelsen en de Fransen eigenlijk om de tuin. Het is een bijzonder schilderij. Het is geschilderd door een Duitser, Wenceslaus Wieden. Nou, die voornaam die doet ook al een beetje denken aan een Tsjechische naam. Dat klopt ook, want hij kwam uit Bohemen. Dat hoorde toen bij Duitsland, maar was dus later Tsjechië. En heel bijzonder, omdat het achter glas is geschilderd. En dat komt niet veel voor.
In België was hij de eerste die deze kunst op deze manier naar voren bracht. Hij kon heel goed schepen schilderen, dat kan je ook wel zien. In de details klopt het kofschip helemaal. Achter glas schilderen is iets heel bijzonders, want je moet beginnen met de voorgrond, dus met de details. En als laatste komt dan de achtergrond. En wat ook heel bijzonder is met dit soort schilderijen, is dat ze heel zeldzaam zijn. En dat komt, ze zijn op glas geschilderd en gebeurt er iets mee. Er zit zomaar een barst in, of als je het laat vallen is het helemaal weg. Maar dan ben je het ook kwijt, dan is het niet meer te restaureren. En dat maakt dat dit een heel zeldzaam schilderij is, want van de oorspronkelijke, de eerste Belgische achterglasschilder Wenceslaus Wieden zijn er nog maar 6 werken bekend. En één daarvan is dit schilderij, een uniek schilderij. Het is een schilderij met een heel verhaal, ook bijzonder kwetsbaar. Dus daarom hangt het ook in mijn kamer. Ik pas er heel goed op. Het staat op mijn werkplek en ik kan er dagelijks naar kijken. Dus nou heb je ook een kijkje achter de schermen in België vanuit mijn werkkamer. Friese schippers voeren niet alleen naar het noorden, maar ze gingen ook wel naar het zuiden. Naar Frankrijk en Spanje bijvoorbeeld. In Frankrijk haalden ze wijn en zout en soms voeren ze ook om Spanje heen. De Middellandse Zee in en dan kwamen ze in Italië terecht. In de 17e eeuw waren er in Italië wel eens wat misoogsten met graan. En dan vervoerden Nederlandse schippers graan vanuit Polen en de Baltische Zeestaten naar Italië. En dat bleven ze ook later wel doen, dus er waren ook ladingen vanuit Nederland die daar naartoe gingen. Indische specerijen bijvoorbeeld, of wol werd wel naar Italië vervoerd. En daar werden ook weer goederen vanuit Italië naar Nederland vervoerd. Ook hier namen Nederlandse schippers souvenirs mee. Deze vazen, marmeren vazen bijvoorbeeld, komen uit een Terschellinger schippersfamilie. Een vaas en een kandelaar, moet ik eigenlijk zeggen, van marmer gemaakt, heel luxe. Het zal vast een duur souvenir zijn geweest. In veel havens waren zeeschilders actief, of schepenschilders moet ik eigenlijk zeggen. En die boden hun diensten aan wanneer een schip de haven binnenviel. En die boden dan de schipper aan om een portret van hun schip te maken. Ze moesten natuurlijk wel snel zijn dan, want voor je het wist was de schipper ook weer weg. Vaak hadden ze de achtergronden dan al klaar en dan werd dat schip van de desbetreffende schipper daar ingeschilderd en dan kon voor vertrek het schilderij weer mee worden genomen. Dit is een schilderij van een Wout Senderkoff, de jonge Hielke, geschilderd in de haven van Napels. En waarschijnlijk was de achtergrond dus al klaar, maar hiermee bewijst de schipper dat hij in verre orde in Italië is geweest. En we hebben hier nog ook andere zeemanssouvenirs. Dit is in de haven van Napels met de Vesuvius op de achtergrond, de vulkaan. Nou, wat wil je nog meer? Dat ziet er toch wel heel erg buitenlands uit. En het mooie is, je ziet hier schepen van verschillende nationaliteiten. Met ook de Nederlandse vlag daartussen. Je ziet een daggezicht, dan zie je een grote rookpluim uit de Vesuvius komen. Maar nog veel spannender is het nachtgezicht, want dan zie je ook de oranje gloed in 1861 die uit de vulkaan kwam. De lava stroomt naar beneden. Dus dit waren souvenirs, gouaches zijn het, die ook in menig Fries schippersgezin hingen in de huiskamer. Als bewijs dat ze in verre orde waren geweest. Niet alleen Friese kustvaarders kwamen in de Middellandse Zee, maar ook de Friese admiraliteit. En dat is ook wel logisch, want een belangrijke taak van de zeemacht is natuurlijk het beschermen van de koopvaardijvloot. Dus logisch dat ook de Friese oorlogsschepen op de Middellandse Zee kwamen. En dat bewijst ook dit schilderij van Jacobus de Ket. Het is geschilderd door Ranieri Ducci, een schilder in Livorno en net als de schilders van scheepsportretten moest ook deze schilder snel zijn werk doen, want de schipper komt aan in de haven, moest geschilderd worden en dan moest hij het eigenlijk ook weer meteen mee terugnemen. Jacobus de Ket, een Harlinger schipper op een Friese oorlogsbodem, zullen we maar zeggen. Hij ziet er niet echt uit als een stoere zeebonk toen ik dit schilderij voor het eerst zag met kanten roesjes en kanten manchetten hier.
Het ziet er wat nuffig uit, maar in die tijd was het natuurlijk volgens de laatste mode. En hij heeft zich op zijn voordelens laten schilderen in Italië. Later is in de inventaris van zijn erfenis is ook wel gebleken dat hij heel veel kleding had. Dus hij ziet er heel deftig uit. Opvallend is dat toen wij het schilderij kochten, nadat het in een uitzending van Tussen Kunst en Kitsch was geweest, dat hij een boekje in zijn hand had. En toen moest het schilderij, het zag er niet zo goed uit als nu, moest het gerestaureerd worden. En toen belde de restauratrice Wil Werkhoven en die zei van, ik ontdek iets onder dat boekje. Want oorspronkelijk heeft Ranieri Ducci deze kapitein afgeschilderd met een portretje in zijn handen. En dat portretje is van een vrouw. We weten niet wie het is, maar misschien een verloofde. En later is daar een boek overheen geschilderd. En dan gaat je fantasie op hol. Dan denk je van, wat is daar toch gebeurd? Misschien is de relatie wel verbroken. Je weet het niet. In ieder geval is het wel zo dat we weten dat Jacobus de Ket nooit getrouwd is geweest. Dus het is waarschijnlijk toch wel zo'n soort verhaal geweest. De ring laat iets zien. Misschien is het een grap van de schilder. Maar daar zien we toch een stelletje die vrolijk de liefde bedrijft. Een mooi schilderij van een Friese zeekapitein van de admiraliteit in Livorno. Met een prachtig persoonlijk en eigenlijk ook heel intiem verhaal. Die ook het verhaal vertelt van dat het niet alleen over zeevaren gaat. Maar dat er ook een gezin of een vrouw thuis is. Die soms, waardoor soms ook relaties mislopen. We gaan naar het noorden. Veel Friese schippers die gingen naar Scandinavië, naar Zweden of naar de Oostzee. En dan moest je langs Denemarken. En tussen Zweden en Denemarken is de Sond. Dat is een smalle zeestraat. Die is zelfs zo smal dat er nu een brug overheen is. En als je daar passeerde, dan moest je tol betalen. Vanaf 1429, dus al in de middeleeuwen, had de koning van Denemarken besloten om tol te gaan heffen daar. En dat heeft geduurd tot 1857. Je liet het wel uit je hoofd om gewoon door te varen, want op kasteel Kroonborg, boven Kopenhagen in Helsingør, daar stonden fikse kanonnen en die hadden genoeg overredingskracht om vooral niet door te gaan varen. Dus je legde daar aan en dan moest je aangeven wie je was, waar je vandaan kwam, waar je naartoe ging en vooral wat je aan boord had. Dat is allemaal vastgelegd in registers, de Sontolregisters. En dat is een hele rijke bron voor de geschiedenis van de Friese kustvaart. Want dan kunnen we precies nagaan wie door de Sond in welk jaar voer en wat hij aan boord had. De Friese schippers hebben heel veel geld aan de Sond achtergelaten, aan tol. Een van die schippers die voer op de Vrouwe Helena. Dat is een kofschip uit Woudsend en dat is op dit schilderij afgebeeld. Het is een scheepsportret en er staat als onderschrift de vrouw Helena van Woudsend bezet op de Jutse kust bij Bovenbergen de 26e maart 1835. Bezet op de Jutse kust, dat wil zeggen dat hij gestrand is op de kust van Jutland. En Bovenbergen, als je daarnaar zoekt op de kaart, dat zal je niet vinden, maar Bofberg wel. Dat is een vuurtoren in het noorden van Denemarken. De mannetjes zitten hier nog tamelijk ontspannen aan boord, maar je ziet wel dat het hard waait. Ze hebben het grootzeil ook gereefd. Even later vallen ze dus, komen ze terecht op de kust. We weten niet precies wat er is gebeurd en of er ook nog mensen bij verdronken zijn. Maar het is in ieder geval vastgelegd op dit schilderij. Dat was natuurlijk een ramp wanneer zo'n schip verging, vooral voor de eigenaren. En daarom hadden ze daar wel iets op bedacht, de reders. Niet iedereen, als je veel geld had, dan kocht je niet één schip, maar dan spreidde je het risico. Je kocht verschillende parten van verschillende schepen, aandelen eigenlijk, het was een soort van NV. Daarmee spreidde je het kapitaal, maar ook het risico. Dus als er dan een schip verging, dan was er niet één iemand die dan heel erg het schip inging. Maar dat waren verschillende mensen. Dus die partenrederij was ook een soort van spreiding van risico. Nou, de partenhouders die zullen niet blij geweest zijn dat dat schip gestrand is. Maar de schade bleef door die bedrijfsvorm beperkt. Het schilderij
Is afkomstig uit de familie van Wieger Hoytes Kraan. Dat was een van de reders van dit schip. En de nazaten van de Wieger Hoytes Kraan, die hadden dit schilderij in hun huis hangen. En die nazaten waren Hietje en Aukje Westra. In Woudsend vooral bekend als de Dames Westra. En die hadden de drankenhandel van hun ouders overgenomen. En ze zijn niet alleen in Woudsend, maar ook verder buiten bekend van de Berenburg van de Dames Westra. Daar hing het dus in hun woonkamer. In 1982 vond er een overval plaats en een van de dames was gehandicapt. Dus dat was grote paniek bij de dames. En toen hebben ze besloten, ja, dat schilderij, hè, dat hier bij ons nog hangt, dat was hun veel waard. Maar dat is misschien ook in de markt wel veel waard. Dus toen hebben ze besloten om dat schilderij te schenken aan ons museum. Het is een treurige oorzaak waardoor ze dit besluit moesten nemen. Maar wij zijn er blij mee, want we hebben er een mooi schilderij waar we ook een heel mooi verhaal bij kunnen vertellen. Van Denemarken gaan we naar Noorwegen. En het voordeel daarvan is dat we niet door de zon hoeven. We hoeven dus ook geen tol te betalen. En we komen aan in de haven van Arendal. Dat is een houthaven. En in de haven zien we veel schepen liggen met Nederlandse vlaggen. Eén klein Deens vlaggetje, maar overwegend dus Nederlandse vlaggen. En het zou zomaar kunnen dat dit ook Friese schepen zijn. Het is trouwens geschilderd door Dirk Danser en daarom denk ik ook dat het best Friese schepen kunnen zijn. Want Dirk Danser was plateelschilder in Harlingen actief. Plateelschilder wil zeggen dat hij aardewerk beschilderde en ook tegeltablo's, waar we ook wel werk van hem hebben. En dat herkennen we ook wel een beetje op dit schilderij. Heldere kleuren, de penseelvoering ook wel, maar op zo'n schilderij kon hij natuurlijk prachtige details schilderen. Dus het zouden best Friese schepen kunnen zijn. Het waren wat grotere schepen waarmee hout werd gehaald. Het was een specialisme, vooral van hinderlopen om hout te halen. En die voeren in grotere schepen dan koffers. Ze voeren in fluiten of in galjoten. En fluitschepen heb je in soorten en maten. Er waren oostvaarders, die voerden naar de Oostzee. Je had ook fluiten, die waren geschikt gemaakt voor de walvisvaart. Dat waren groenlandvaarders. En dit noemen we noordsvaarders of houthalers. En die boomstammen die werden door luiken in het achterschip naar binnen geschoven. En dat kan ik bij dit model heel mooi laten zien. Daar zie je die luiken in het achterschip. Willem Vos heeft dit model gebouwd en toen hij dit klaar had, toen had hij zin om ook eens een schip in het echt te maken. En dat is uiteindelijk uitgemond in de Batavia in Lelystad. Wie nou wel eens op die werf in Lelystad is geweest, die heeft daar vast gezien dat daar echt heel veel hout werd gebruikt. Zo'n schip is helemaal ook van hout en dat hout dat was niet in Nederland, dus dat moest worden gehaald. En Simon Jellema, de molenaar van houtzaagmolen De Rat in Eilst, die had daar een prachtige bespiegeling over, want het is een hele mooie cirkelgang. Want het hout dat wordt gehaald uit Noorwegen nadat het daar gekapt is. Wordt het naar de houthaven zoals Arendal vervoerd, wordt geladen op houten schepen, gaat het naar houtzaagmolens, wordt het verzaagd tot planken. En dan kunnen scheepsbouwers weer houten schepen van maken en die varen weer naar Noorwegen. Een prachtige cirkelgang, een mooie bespiegeling die ook duidelijk maakt dat ons denken over duurzaamheid en circulaire economie helemaal niet zo nieuw is als wij denken, want onze voorouders die wisten het al. Er is niks nieuws onder de zon. Het wordt tijd om al deze mooie souvenirs weer naar huis te brengen. We stappen aan boord en gaan weer terug naar Sneek. Tot de volgende ledenreis.